Ik wil hier weg. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time. Ik ben er weer, jullie enige echte Zeepie. In de vorige aflevering zijn we opgegeten door een gigantische vis. Wat blijkt de derde dungeon te zijn, oftewel de waterdungeon. Hebben we prinses Ruto ontmoet, alleen die is ergens ontvoerd of weggelopen of weet ik veel wat. Want die had de precious stone, oftewel de steen die wij nodig hebben. Heeft zij gevonden en die is er gewoon mee weggerend en laat ons gewoon stikken. Wat lief. Nou, dan gaan we gewoon dus verder in deze dungeon. Wat we moeten doen is, we moeten een paar puzzels nou doen. En ik rol hier bijna vanaf. Deze wiggly pilaren, die moeten we dus even stunnen, waardoor dat we er overheen kunnen lopen. Moet je wel snel mee zijn, want een stun blijft natuurlijk niet voor altijd. Nou, als we dat gedaan hebben, dan willen we op dit plateau hier springen. Weer heel veel uitleg, maar ja, jullie zien het natuurlijk van eigen. En dan flikkert het naar beneden! Zo onstabiel. En ik heb gisteren de aflevering beëindigd na een miniboss. Maar dat wil niet zeggen dat we op de helft zijn. Oh nee, we zijn al ver voorbij de helft. Want de dungeons zijn niet zo lang als de tempel. De dungeons zijn eigenlijk best wel snel om doorheen te lopen. Dus op zich denk ik dat we nog wel wat meer eigenlijk te zien krijgen als alleen de dungeon in deze aflevering. Tenminste, daar kijk ik wel van uit. Tenminste, dat hoop ik wel. Deur gaat open. Want als ik me niet vergis is dit namelijk al de final room. Nou, en... juist. Dus, ja. Wat we hier eventjes moeten doen, is we moeten hier al even de jellyfishes even verzamelen. Echt, ik vind die jellyfishes, die zijn zo irritant. Gast, kom eens. Hier, boomerang, een houten stokje tegen je snikkel. Ik snap eigenlijk niet waarom dat Zeepie niet in dit geval, zeg maar, gewoon een Deku-stick pakt en hem buigt, zonder hem te breken. Gewoon zelf eigenlijk een boomerang maakt en waarom dat hij er eentje moet vinden. Ik bedoel, hij had er al veel eerder in kunnen maken. Waarom gooit hij gewoon niet die... Als hij gewoon met stokjes kon gooien, dan zou dat toch veel... Oké, maakt niet uit. Nou. De deur naar de baas die is nog gesloten, omdat we daar een soort van boomerang-trucje mee moeten doen. Hier zit trouwens nog een Golden Skulltula, dus gelijk eventjes die meenemen. Volgens mij zitten we dan nou wel over de 20 heen, hè. Dus moet ik hem dadelijk niet even vergeten om dadelijk nog heel eventjes langs Kekkeriko Village te gaan. Om heel eventjes de volgende reward op te halen. Nou, als we hier naar boven toe klimmen, dan zien we dus zeg maar... Ja, klimmen dat duurde eventjes, dus daarom moest ik er heel even opvullen. Dan zien we dus zeg maar daar een switch met een muur ervoor. Dus we kunnen de slingshot daar niet voor gebruiken. Daar hebben we de boomerang voor nodig. En als je dan de boomerang gooit, dan gooi je dus zeg maar om dat barrière ding heen. En kun je zo de switch raken. En kunnen we dus zo de deur openen voor onze... boss battle. Dus laten we onze boss battle maar gaan doen. Yay. Oké, hier gaan we. Wat krijgen we nu? Een kwal. Wauw. Oh nee, ik ben zo bang. Oh, meerdere kwallen. Spannend. Oh, dat is iets met... Wat is dat ding aan het doen? Bioelectric enemy! Burinade! Oké. Goed, wat we bij Burinade moeten gaan doen... Het eerste wat we moeten gaan doen is... We moeten hem loskoppelen van wat daar bovenop überhaupt is. Ik zou het echt niet weten. Je wil niet te lang stil blijven staan... Want anders word je geraakt door de elektrische stralen... Die dat beest zeg maar op je af kan vuren. Dus daar moet je er zeker voor uitkijken. En als je hem eenmaal losgekoppeld hebt... Dan pas begint eigenlijk de boss battle echt. Zoals nu. It's electrifying! You better watch out! Don't want get to hit! Throw your boomerang right now. Stun him now. Kill those jellyfish right now. You better watch out. You better be careful. Kan ik jullie nou wel raken? Oh, ik kan jullie nou wel raken. Oké. Even een paar van die jellyfishes af. Wat even tussen verrassen. Hij is ondertussen bezig met zijn schokkelen. I'm a fire in my lane. Stop daar nou eens even mee, jongen. Ik wil eventjes die laatste jellyfish ook nog even raken, ja? Ik bedoel, zijn maar één klap en dan ben je zo kwijt, dus... Uh-oh. You spin me right round, baby, right round. Like a Koopa, baby, right round, round, round. Oké, nou, deze die kan op zich best wel lastig zijn... omdat je moet je boomerang dus zeg maar proberen door die circle of protection heen te gooien. Waardoor dat je dus zeg maar een opening kan creëren... omdat je dan zeg maar die jellyfishes kan killen. Dus dit kan best wel lastig zijn. Maar als je hem eenmaal één keer geraakt hebt...
Wil je zoveel mogelijk van die jellyfishjes dus zeg maar even killen? Nogmaals, blijf niet stilstaan, want anders krijg je dus zeg maar een optater van zijn elektrische aanvallen. En dan is hij weer aan het spinnen. Maar de tweede keer om hem te stunnen zou dus een stuk makkelijker moeten zijn, aangezien dat je dus zeg maar al heel erg veel van zijn barrière hebt verslagen. Dus deze plaats wordt eigenlijk dus alleen maar een stuk makkelijker gemaakt. Nou gaat hij rond dansen als een ballerina en gaat hij dus zeg maar de hele tijd schokken. Dan wil je hem weer stunnen en dan kun je dus zeg maar zijn middelste core raken met je zwaard. En ja, dat is eigenlijk praktisch wat je wil doen. Nou is hij boos, gaat hij ons proberen te zappen. Hij is zeer slecht in mikken. Oké. Schokkend. Volgens mij vindt hij het niet leuk dat wij hem storen met waar dat hij ook mee bezig was. Oké, nou alsjeblieft, wil je zo vriendelijk zijn? Oh, ik ben nog steeds niet dood. Ja, je kunt wel een jump aanval doen, maar aangezien dat je dus zeg maar een bepaalde tijd hebt om hem meerdere keren te raken, raad ik hier gewoon echt aan om gewoon te zeggen van, ik sla jou gewoon. Nou, sta eens heel eventjes weer op, dankjewel. Even de boomerang er weer tegenaan. En als ik me niet vergis, is dit de laatste keer dat we dit hoeven te doen? Juist. Vindt hij niet leuk. Bleh. Ik spat uit elkaar met Green Goo. Yay. Nou, hebben we dat beest verslagen, dus krijgen we weer een hardcontainer. Waar is de hardcontainer? Oh, oké. Okay. We hebben 10 hartjes! Yay! Your maximum life is now increased by 1 heart. Your life energy will totally be filled. Niet dat het echt nodig was, want we namen niet echt heel erg veel schade en... Uh-oh. Runo, daar ben je! Je ziet er nogal pissig uit. Durf ik dit? You! You're late! What took you so long? You're useless! I was just lonely, that's all! Just a little! Jeetje, wat is haar probleem? Nou ja, je hebt de steen gevonden en we zijn nou weer magisch buiten, neem ik aan. Dus, probleem opgelost. Maar ik heb die stenen. Oh! Niet zo dichtbij! Ja, ik zou me eigenlijk ook helemaal te plettig schrikken. Navi, die begint helemaal weer spastisch te worden. Oh, hoi. Luister, afstand. Ja, afstand. Afstand. You! You looked cool. Cooler than I thought you would. Anyway, just a little. Well, anyway, you saved me. So, I guess I'll reward you. Oh, nee. Ik wil geen kus. What do you want? Just tell me. Ik wil die steen. Niks. Waarom is dat een optie? Ik wil die steen. You mean the spiritual stone of water? Zora Sapphire? Don't you? Ja. My mother gave it to me and said I should give it only to the man who will be my husband. You might call it the Zora's engagement ring. Bah. Alright. I'll give you my most precious possession. Zora Sapphire. Dat is heel erg lief, dankjewel. Gaan we weer uitsloven? Maar ik ga niet trouwen, echt niet. Bekijk het. Ik bedoel, ik ben een mens, je bent Zora. Gaat niet werken. Ja? Gaat niet werken. Lukt niet. Dus ik jat gewoon die steen en je zoekt het maar uit. Maak maar iets nieuws. Boeit niet. Bleh. You obtained Zora Sapphire. This is a spiritual stone of water passed down by the Zoras. Her most precious possession? You don't know what she's talking about. But you finally collected all the stray spiritual stones. Ja, inderdaad, het boeit me niet dat het haar meest waardevolle bezit is. Go back to see Princess Hilda. Okay, announcer. Don't tell my father. Weet je nog dat je in je brief had geschreven? P.S. Don't tell my father. Want echt, je kunt ontkennen wat je wil. Maar wij weten allemaal 100% zeker dat jij diegene bent geweest die brief heeft geschreven. En die hebben we ook aan je vader verteld. Dus laten we eens heel eventjes naar je papi toe gaan. Voordat je hier trouwens weg wil gaan. Ik neem hem altijd mee, just in case. Je wil hier heel eventjes zeg maar zorgen tot het nacht wordt. Ik neem deze altijd mee. Het is een van de
makkelijkste dingen, zeg maar, die je heel makkelijk over kunt slaan. Maar ik heb zoiets van, nee. Gewoon nee. Gewoon nee. Op het moment dat het hier avond is, tijd verplaatst hier niet. Dus ja, op het moment dat je op die boomstam staat, dan kun je dus zeg maar, dan kom je weer automatisch in het water. Omdat dat het mikpunt is waar dat je naar binnen bent gegaan. Maar als je dan over deze boomstam heen loopt, dan zien we daar dus zeg maar weer een golden scultula. En waarom ook niet? Ik bedoel, des te eerder zitten we op de 50, dus deze kunnen we net zo goed gelijk meenemen. Yay! Zo, die hebben we ook weer te pakken. You've destroyed a gold scultula! You have a token of proving you defeated it! Want anders gelooft niemand je dat jij je golden scultulas hebt verslagen. Wat leuk. Weet je wel niet hoeveel tokens ik ondertussen wel niet bij me heb? Weet je wel niet hoeveel zo... Wat ik heel grappig vind, er is er altijd een hele grote discussie over hoe kan Link zoveel stuff bij zich hebben. Vergeet niet, Hyrule is een Magic Kingdom. Dus die kunnen dus zeg maar alles helemaal verkleind in een zak of in een goodiebag of weet ik veel wat eigenlijk stoppen. En die kunnen het net zo pakken. Kijk de serie maar, daar is het een uitgelegd. Hi, yes, je bent nogal klein vergeleken met je vader. Hey, King Zora. Yes? Weet je wat Ruto mij heeft gegeven? Ik heb een flauw idee wat hij eigenlijk heeft gegeven. Spiritual Stone, water, je weet wel. Most Precious Possession. Ah, wat? Ruto, dat mocht je niet geven. Je krijgt een maat uit de rest. Stom wijf, ik heb je toch al gezegd dat je die niet zomaar aan mensen mag geven. Het interesseert me niet. Ik hou me daar buiten. Oké, nou, dus we hebben de 3 Spiritual Stones, dus we zouden nu naar Zelda toe kunnen gaan. Maar op dit moment hebben we de boomerang en daardoor kunnen we toch echt heel veel dingen weer te pakken krijgen. Zoals bijvoorbeeld Pieces of Hearts. Nou, de eerste Piece of Heart die is eigenlijk best wel makkelijk te krijgen. Die is volgens mij ook alleen maar met de boomerang te krijgen. Of later met een ander item als je wel groot bent. Maar deze Piece of Heart die dus zeg maar daar ligt, die kunnen we op dit moment al gelijk pakken. Als we dus zeg maar ermee goed mikken met de boomerang. Dan zie je dat je die Piece of Heart oppakt. Die Piece of Heart valt gewoon naar beneden toe als een item dat het is. En als je erop springt, heb je de Piece of Heart. Collect 4 pieces total. Ja, dat weten we nou wel. We hebben er ondertussen 17 geloof ik nou. Nou, dat is dus een van de Pieces of Heart die we te pakken kunnen krijgen. Nou, is het dus zeg maar een leuk trucje. Er is namelijk nog een Piece of Heart. Die je normaal gesproken zeg maar, het spel heeft het eigenlijk bedoeld om die te gebruiken als dat je daar dus zeg maar zo'n Magic Bean voor moet planten. Maar ik hou niet van Magic Beans planten, dus daar ga ik ook gewoon niet mee beginnen. Wat ik altijd doe is, ik ga altijd hier dit hekje opklimmen. Om precies te zijn hier. Dan klim ik over naar, oh ik spring er overheen, dat was niet eigenlijk wat ik wou doen. Even overnieuw. Dit is namelijk de truc dat je dus zeg maar die andere Piece of Heart die daarboven staat, dat je die ook zou kunnen pakken zonder dat je dus eigenlijk bezig bent met meer geld te verbrassen aan Magic Beans. Je kunt overal Magic Beans wel plaatsen, maar er zijn al heel veel plekken zeg maar die we dus zeg maar al een Piece of Heart hebben van gesnoept op het moment dat we dus zeg maar geen Magic Bean hebben gebruikt. Bijvoorbeeld boven die de Dongo's Cavern is normaal gesproken een Magic Beans plek, maar ja, met een backflip hebben wij hem te pakken gekregen. Oké, nou, we willen dus op dit plateautje hier gaan staan. En als we dat doen, dan willen we dus overspringen naar dit plateau hier. En deze die is een beetje moeilijker om hem te mikken. Dus hou daar wel rekening mee. Maar je kunt hem wel pakken. Zoals ik hier bewijs. Hoppakee, weer een Piece of Heart. Yay, we hebben nog een Piece of Heart. So far we collected 2. Yay. Dus hele makkelijke Pieces of Hearts. Echt, die kun je gewoon niet missen. Dat zijn gewoon de makkelijkste Pieces of Hearts. Die we dus zeg maar te pakken kunnen krijgen. Nadat je dus zeg maar de boomerang hebt gekregen. Zoals ik al zei. We hebben weer een heleboel scultulas verslagen. Ik ga heel even kijken hoeveel. Want als we er op 29 zitten. Dan weet ik een 30ste te vinden. Oh, we zitten op 24. Dus. Oké, maakt niet zo uit. Krijg je heel veel geld hier. Oh ja, we moeten ook nog eventjes langs de Happy Mask Shop. Om te zeggen van. Hey, we hebben je masker verkocht. Ik bedoel, dat ben ik nog steeds vergeten. Dus we moeten hem nog steeds die 30 roepjes betalen, dus ja. Maar eerst wil ik eventjes naar Kakariko Village. Niet alleen omdat we dus zeg maar daar een useless reward kunnen halen. Want ik mag dan wel met de pro-controller spelen. Maar dat wil niet zeggen dat hier een trillfunctie in zit. Dus ja, we hebben geen rumble pack, helaas. Maar ja, ik weet alle secrets uit mijn hoofd wel. Dus gelukkig hoeven we ons daar niet echt zorgen over te maken. Dus, maar ja, ik wil gewoon hem laten zien tot hij er is. En op de, volgens mij op de 3DS versie is het een andere steen. En die zorgt ervoor dat je een uitroepteken of zoiets krijgt. Omdat de 3DS ook geen trillfunctie erin heeft zitten. Omdat het zal wel erg raar zijn als je een handheld hebt met de trillfunctie erin. Dus
Ik bedoel, dat zou nogal afleidend zijn en dat zou dan misschien een storing kunnen geven in het scherm of zo, weet ik veel. Maar goed. Dan zijn we dus hier bij Kakariko Village aangekomen. En dan zijn er dus zeg maar twee dingen die we hier kunnen doen. Sowieso de Skullchilla waar ik het al de hele tijd over heb gehad. En zoals ik al zei, in de 3DS versie krijg je er iets anders voor. Dan krijg je zeg maar ook een manier dat je dus zeg maar de secret zou kunnen zien. Wat handig is. Maar als je dus 20 Skullchillas hebt, dan kun je die rewards zeg maar zo oppakken. En dat is bij deze doodle hier. The curse has been broken. Thank you. Here's a reward for you. En dan krijgen we dus zeg maar die steen waar ik het over had. The Stone of Agony. If you equip a Rumble Pack, je kunt voelen waar dat de secrets zijn. Vergeet niet, dit is de Nintendo 64 versie. Daar had je dan een Rumble Pack op en dan ging dat ding trillen op het moment dat je dichtbij een secret was. Vandaar. Nou weten we dus zeg maar dat er in Kakariko Village, dat we hier dus zeg maar... ik ben hier nog niet binnen geweest. Dit is een van de meest favoriete muziekjes van Ocarina of Time bij heel veel mensen. Dus ik ga heel eventjes stil zijn, tot het er heel eventjes in kan komen. Maar dit is de Windmill en daar hebben we dit deuntje. Dat is een van de bekende deuntjes zeg maar, van Ocarina of Time. We hebben hier een dude, zeg maar, die staat hier heel gezellig. Go around, and around, what fun, I'm so happy, I'm so very happy. I'm a muscle man, music man, muscle man, am I now? Who loves to go around, you spin me right round, baby, right round. I'm trying to come up with a musical theme inspired by this windmill. Going around, and of course I'm going around. Nou, de reden waarom dat ik hier naar binnen toe wou, is niet omdat ik hem eigenlijk wou laten zien tot hij dus zeg maar around en around wil gaan. Er is hier een piece of heart die we kunnen pakken met de boomerang. Deze kan een beetje tricky zijn om dus zeg maar te pakken, aangezien dat we op een bewegend plateau staan. Dus wat je moet doen is, je moet dus zeg maar een beetje terugstaan en goed naar die piece of heart mikken. En met een beetje geluk en een beetje goed aiming skills. Deze is best pittig, zoals ik al zei. Dus het zou je een paar tries geven, net zoals bij mij krijg ik nou ook... Ja, we hebben hem. Kun je dus zeg maar deze piece of heart eerder krijgen als dat de bedoeling is. Yay, we hebben een piece of heart, we hebben er al 3. Dus hebben we er nou nog eentje, dan hebben we dus zeg maar al 11 heart containers, terwijl dat we pas 3 dungeons... Vergeet niet, als je dus geen pieces of heart had gecollect, dan zouden we nou pas 6 hartjes hebben. Dus ja, ik denk zeg maar even. Nou, dan wil ik nog heel eventjes hier bij de graveyard even langskomen. En de reden waarom dat ik hier al eventjes langs wil is... weten jullie nog die Skullchillas die we hebben ontmoet hier? Die kunnen we dus nu met... Nadat we de boomerang hebben, kunnen we die dus nu op dit moment pakken. Dus waarom ook niet? En ik wil ook even iedereen hier eventjes... Nou, ik hier toch in de graveyard ben, voordat ik het weer vergeet te vertellen. Er was zeg maar een aflevering dat je hier dus zeg maar... Tot wij werd verteld dat je dus zeg maar een Hylian Shield kon vinden hier. Gratis en voor niks. Ik vond 5 rupees. Dat had te maken niet met de versie die ik speel. Maar dat heeft te maken met... Ik had al een Hylian Shield. Dus ja. Als je geen Hylian Shield hebt, dan zou die dus zeg maar op de plek liggen. Waar dat de 5 rupees zeg maar zouden liggen. Dus ja. Oké, nou eventjes die Golden Skullchilla even pakken. Zo. Yay, you have destroyed the Gold Skullchilla! Nou, dan zitten we al op 25. Er zijn nog wel een paar Golden Skullchillas die ik op dit moment zou kunnen pakken. Maar... Nou ja, ik bedoel, ik heb een empty bottle. Ik bedoel, ik weet dat hier... Weet je wel, laten we deze 2 empty bottles gewoon heel eventjes daarvoor gebruiken. Ik bedoel, waarom ook niet? Want als je dus zeg maar hier om het hoekje gaat, dan heb je dus zeg maar hier gras. En als je dat gras dus zeg maar gaat maaien... Even kijken, wat was er nou bij die steen aan de andere kant? Volgens mij was het aan de steen... Normaal gesproken doe ik dit nooit. Omdat, ja, 50 is eigenlijk best... Ja, dat is deze steen hier. Normaal gesproken doe ik dit nooit. Maar ja, het is wel zo makkelijk om het eigenlijk te doen. Want ja, je krijgt er zo toch je Skullchillas voor. Dus, hoppakee, bug in a bottle. Hier ook eventjes. Nou, en als je dus zeg maar zo'n bug in een bottle hebt... En je gaat dus zeg maar naar soft soil waar je dus zeg maar zo'n magic bean kan planten... Als je daar dus zeg maar een bug gebruikt, dan komt er automatisch een Golden Skullchilla uit. Wat ik hier zou laten zien. Ja,
Je ziet dat ze daarin gaan kruipen. En we wachten even een seconde. En daar is onze Golden Skulltula. Hartstikke makkelijk, hartstikke handig, super subtiel, super fijn, super gezellig. You destroy the Golden Skulltula, you have a token approving you destroy it. Nou, zo wil je dat dus eigenlijk doen, maar wat is het voordeel is waarom dat ik de twee bottles leeg heb, is op het moment dat ik ze dus zeg maar weer loslaat, dit is echt heel erg handig, als je dan snel bent en dus zeg maar één bottle gelijk gebruikt, eventjes snel knipperen, en je gebruikt dus nog een bottle, dan heb je weer twee bottles met bugs. Wat dus eigenlijk, wat ervoor zorgt dat je oneindige bugs eigenlijk dus zeg maar bij je hebt. Nou, is er nog één plek, zeg maar, waar nog zo... Oh, de reden waarom dat ik daar trouwens geen Magic Seat in doe, hier... is, dat is dus, zeg maar, een locatie waar je dus, zeg maar, heel erg makkelijk naar boven kan komen... zonder dat je dus, zeg maar, je Golden Skulltula... of dat je daar dus, zeg maar, dat blad nodig hebt, dus. Niet nodig. Goed. Ik wil eerst even, voordat we dus, zeg maar, richting Zelda gaan... wil ik eerst heel eventjes nog langs Gerudo Valley, langs die Soft Soil... omdat er zijn ook nog twee Skulltulas te gaan halen. En voordat we dus verder gaan met het verhaal, wil ik daar echt heel eventjes naartoe. Voor de mensen die het willen weten, hier kun je ook bugs halen trouwens. Voordat ik het vergeet te melden, kijk hier, bugsies! Dus ja, dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Nou, ik zie jullie heel eventjes bij Gerudo Valley. Oké, zijn we aangekomen bij Gerudo Valley. Nou, dat we de boomerang hebben, is dat dus, zeg maar, een van de plekken waar ik zeker eventjes naartoe wil gaan. Niet vanwege een piece of heart, maar vanwege twee golden skulls, zoals die we hier nou te pakken kunnen krijgen. Dus het eerste wat we moeten doen, zoals altijd, is het eventjes een nacht maken. Oh, Ja, dat was de Song of Soaring voor de Majora's Mask kennis. Mijn fout. Ik vraag me niet waarom dat ik die twee verwarde, maar maakt niet uit. Goed, als we dus zeg maar nacht maken, dan zien we dus zeg maar bij deze waterval hier, tot dus zeg maar daar een Golden Skulltula zit. Op het moment dat je dus zeg maar geen boomerang hebt, kunnen we die niet verslaan. Of ja, we kunnen hem wel verslaan met de slingshot, maar kunnen we de token niet verzamelen. Dus daarom wou ik heel eventjes hier terugkomen om deze toch heel even op te pakken. Nou, aangezien dat we hier nou toch zijn, die Pieces of Hearts die we hier al hebben gehaald, dat is ook eigenlijk de bedoeling dat je die dus zeg maar doet met de Magic Bean. Maar ja, je hebt hier een kip, dus waarom zou je die niet gebruiken? De soft soil daarvoor, die zit om precies te zijn... Even kijken, hoor, waar zit die? Zoals ik al zei, ik ben niet bekend met die soft soil locaties. Mijn excuses nogmaals daarvoor. Ik weet dat er hier ergens eentje zit namelijk. Huh? Ik weet dat je hier zo'n magic bean kan planten, maar... Zit die dan aan de andere kant van de brug? Nee, toch zeker? Ik weet dat je hier ergens zit. Ik weet het. Waar zit hij? Dat is de reden waarom dat ik hier naartoe ben gekomen. Wat een neus. Hij zit aan de andere kant, of niet? Ah, geef me een seconde. Ik zoek nog heel even verder. Nou, ik kan hem gewoon echt niet vinden, jongens. Ik denk inderdaad dat ik gewoon hier een hele grote denkfout heb gemaakt. En ik weet zeker dat ik... Ik herinner me dat er hier eentje zat. Maar blijkbaar heb ik het mis. Of hij zit aan de andere kant van de brug. Kan natuurlijk ook. Maar daar kunnen wij niet komen. Dus dan zou dat heel erg raar... Volgens mij vergis ik me gewoon, hoor. Laten we het daar maar gewoon op houden. Nou, ik loop heel even zo terug naar Iron Castle. Ik zie jullie daar. Want we hebben de 3 Spiritual Stones. Dus laten we maar naar Zelda toe gaan. Ik bedoel, missie geslaagd, toch? Einde let's play. Huppakee, koffers pakken en wegwezen. Ik zie jullie in een seconde. Oké, nou, ik zie Hyrule. Wacht eens eventjes. Waarom is de brug omhoog? Het is toch dag? Overdag is de brug altijd omlaag. Waarom is die brug nou omhoog? What the? Nou, het is dag. Waar gaat hij me... Dat is even shizzle. Is het nou dan een secret switch die ik moet raken met de boomerang of zo? Wat is dit voor gein? Wat is dit voor ongein? Laat me naar binnen! Hallo, ik ben Zepi. Ik heb opdracht gekregen van Zelda. Ik heb dinges gevonden. Doe die brug omlaag. Doe die brug omlaag. Nu! Volgens mij zijn ze doof. Doe die brug omlaag! Hallo! Het regent. Onweer zelfs. Mag ik naar binnen? Ah, nou, als je lang genoeg zit, misschien. Een keer tijd. Wacht even, deze scène die komt me bekend voor.
Zelda, die komt eraan met een... Hey Zelda. Hey. Zelda. Natuurlijk, smijt maar weer iets naar... Oh, waarom smijt je daar iets aan in het water? Wat de... Wat een neus. Oh. Hoi. Jij bent die gast van... Oeh. Jij bent degene... Door jou is Dekuboompje dood. Je had een snor. I lost her. You, over there, little kid. You must have seen a white horse gallop past just now. Which way did it go? Answer me! Nog niet misschien. So, you think you can protect him from me? You've got guts, kid. Ga je vechten, hoor. You want a piece of me? Very funny. I like your attitude. Dude, ik ben maar een kind. Dude, het was een grapje. 1 april. Haha. Oké, het is 3 april, maar dan ben ik... Ja, pijn. Zo niet lief. Pathetic little fool! Do you realize what you're dealing with? I am Ganondorf, and soon I will rule the world! Kids these days, no respect for evil forces of Hyrule. I'm not gonna waste any more time with the punk. Wat een eikel! Ik zou hem eerder Ganondorf noemen. Het was net als in mijn droom. Wat raar. En hij is zo. Hij gebruikt zeker nooit zeep. Dat zal wel het probleem zijn. Ik bedoel... Serieus, hij was zo groen. Maar goed, er werd hier iets in het water gegooid. Dus, hi. Oeh, shiny. Ik wil het. You found the Ocarina of Time! This is the Royal Family Trail and Treasure! Which Zelda has left behind that glows with a mystical light? Dat is mijn Ocarina! Wat doet mijn Ocarina in het spel? De neus? Seipi, can you hear me? It's me, Zelda. Juist. Seipi. When you hold this ocarina in your hand. Ja. Dat is oude scrolling, jongens, kan niet sneller doen. I won't be around anymore. Nee, inderdaad, je liep me bijna omver. Nou ja, eigenlijk deed Impa dat. Was zeker wraak. I wanted to wait for you, but I couldn't delay any longer. Nee, en Impa die wou me gewoon dood hebben, dat zag ik ook al. At least, I could leave you the ocarina and this melody. Oké, toekomstige, kom er maar in. Oké, dat was eigenlijk best wel indrukwekkend. Vooruit, ik geef je dat. Oké, computer turn. You have learned the Song of Time. You have learned the Song of Time. Sorry, I'm actually getting a lot of, happy when I actually get the line, you know, and... Hou je kop. Alright. Ik soms die narrator, die gast die alles zeg maar daar aan het voorlezen, daar hoor je er ook niet vrolijk van. Now, Zeepy, play this melody in front of the altar of the Temple of Time. You must protect the Triforce. Maar die is protected, want... Ganondorf is weg. En
Die is jou achterna gerend. Ik heb de 3 spiritual stones die hij nodig heeft om naar de Triforce toe te gaan. Hij weet niet dat ik ze heb. Hij rent bij mij weg. Dus als ik nu gewoon als een sissy wegren, zou die dus niet bij mij komen. Toch? 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 Dan zou hij mij toch maar... Ik bedoel, ik heb de spiritual stones. Hij kan niet naar binnen toe. Zonder die stenen kan hij niks. Dus waarom moet ik daar naar binnen toe? Waarom moet ik dit nummer spelen? Zelda... Oké, ja, misschien dat hij achter mij aankomt en dat ik geen kans heb om hem nou te gaan verslaan of zo. Dus misschien dat dat een logica's is, maar... Ik bedoel, op dit moment kan ik me eigenlijk goed verstoppen. Of heeft hij daar ook speciale zoekkrachten? Ik bedoel, hij was vrienden met de koning, die we nooit zullen zien in dit spel. Dus ja, ik snap de logica's niet. Ik snap het niet. Ik ga het even aan deze gast vragen. Hallo. Ja. Oh, great! You sold it. Please. Pay me back 30 rupees for the spooky mask now. Ik weet niet, ik verwar hem altijd met Mario. Payment received. Oké, nou, we kunnen dus zeg maar weer een nieuw masker. We kunnen nu dus zeg maar een bunnyhoed. Oh, die wil ik. You want to borrow the bunnyhoed? Ja. You borrow the bunnyhoed. Wear it with C to show it off. The hood's long ears are so cute. Dat zeker. Aangezien dat konijnen mijn lievelingsdieren zijn. De bunnyhoed is ook echt mijn favoriete masker. Ook in Majora's Mask. Het zorgt ervoor dat je dus zeg maar... Wie, kijk wat leuk! Wat leuk! Hier. Hallo mevrouw. Leuk hè? Yeah! What's your problem? Konijnhater! Oké, nou hier hebben we dus zeg maar de Temple of Time. Ik weet dat deze aflevering gaat ietsje langer door, maar ik heb wel een mooi plekje om dus zeg maar de aflevering af te sluiten. Maar goed, het eerste wat ik jullie wil laten zien is op het moment dat je trouwens nog veetjes nodig hebt. Als je deze stenen ziet, kun je Zelda's Lullaby spelen. En dan komen de veetjes uit. Dus... Altijd handig om feetjes te krijgen. Daarom, ik vind dit eigenlijk een van de makkelijkste Zelda games in het spel. Aangezien, er is zoveel health die je krijgt. Er is gewoon... Je hebt 3 bottles die je zou kunnen vullen met feetjes. Dus heb je eigenlijk 3 levens altijd bij je. Terwijl dat je zoveel hartjes al hebt, dus ja. Maar goed, dit is de Temple of Time. En hier, in de Temple of Time. Ga ik jullie bedanken voor het kijken. Hoop dat jullie een leukste momentje hebben van deze video's. Laat het zeker weten als je er eentje hebt. En heb je andere vragen voor opmerkingen, kun je dit natuurlijk ook in de comments kwijt als je daar de tijd voor hebt. En met dat wil ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal... Nee, morgen niet, want het is vrijdag. Het is vrijdag. Ik ben van plan om een special video te gaan uploaden in het weekend. Ik weet niet of ik het voor elkaar ga krijgen om die video af te krijgen. Dus ik hoop het wel. Want dit weekend zal er geen livestream plaatsvinden. Dus dan zijn jullie daar ook van op de hoogte. Wat ik wel weet is dat er vandaag gelivestreamd gaat worden op het kanaal van de Towler. Ik zal heel eventjes zijn link ook heel even in de beschrijving zetten. De Towler die gaat vandaag toevallig livestreamen. Dus ja, misschien dat ik jullie daar ook al heel eventjes zie. Wie weet. Ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal te zien maandag bij de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda. Of, ik weet het nog niet zeker, morgen bij of zondag bij een speciale video. We zullen het zien. Dank jullie wel voor het kijken. En nogmaals, enorm bedankt voor jullie support en voor alle fanart die jullie hebben ingezonden. Heel erg bedankt. Doei!